Gordon staat voor een bijzondere keuze, het aanbod om een documentaire over het leven van Dennis Schouten te maken. Een verzoek dat hem niet onberoerd laat, gezien de complexe geschiedenis tussen hen beiden. Het is een verhaal doordrenkt met emotie, twijfel en de zoektocht naar vertrouwen in een wereld die soms genadeloos kan zijn. Dennis Schouten, bekend als de presentator van Roddelpraat, heeft de media doen opschrikken met zijn openbaring over zijn verlangen om op jongere leeftijd uit het leven te stappen. Deze onthulling, opgetekend in zijn recent verschenen boek, heeft de aandacht getrokken van Gordon, die vervolgens benaderd werd om een documentaire over Schouten te produceren. Een verzoek dat niet zomaar aan Gordon voorbij gaat, gezien de geschiedenis tussen hen. Gordon, bekend van zijn eigen tumultueuze ervaringen in de media, voelt een innerlijke tweestrijd. Enerzijds begrijpt hij als geen ander de pijn en eenzaamheid die kunnen leiden tot zulke radicale gedachten. Anderzijds kan hij de wond van de kritiek die hij zelf heeft ontvangen niet zomaar negeren. Het idee om een documentaire te maken over iemand die eerder kwetsende uitspraken over hem heeft gedaan, voelt als een paradox. Hoe kan hij in vredesnaam de verteller zijn van het verhaal van iemand die hem publiekelijk heeft bekritiseerd? De worsteling van Gordon weerspiegelt de diepere vraagstukken van menselijke relaties en vertrouwen. Hij voelt zich verscheurd tussen mededogen en zelfbehoud, tussen de wens om te helpen en de noodzaak om grenzen te stellen. Zijn afwijzing van het aanbod voelt zwaar, beladen met een gevoel van verantwoordelijkheid jegens Dennis, maar ook met een besef van zelfbescherming. Het is niet alleen een verhaal van individuele worsteling, maar ook van universele thema's zoals liefde, vriendschap en vertrouwen. Gordes oprechte twijfel weerspiegelt de fragiliteit van menselijke relaties en de complexiteit van het menselijk hart. Zijn weigering om de documentaire te maken is niet slechts een afwijzing van een zakelijke kans. Maar een diepgaande reflectie op de aard van verbondenheid en empathie in een wereld vol tegenstrijdigheden.